like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the dark. Zo KWO'ers, welkom bij alweer het vierde en tevens laatste deel. En dat is maar goed ook, want we zijn soort van bevroren hier in de Belgische vrieskou. Maar goed, het is wel een mooi gesprek met ook een mooi event. En Mark, we zijn nu toegekomen aan... We kunnen nog eventjes het onderwerp aas behandelen. Huh? In het vorige deel hadden we het er net al heel kort over dat jij vroeger de Shelfie aas deed draaien. En dat je nu eigenlijk helemaal bent overgestapt op Freezer Baits of Redis. Ja, grotendeels wel. Ja. Is het nou niet dat je het aas draaien mist? Of heb je nu eindelijk ontdekt, joh, het maakt niet zoveel verschil? Beetje gewetensvraag, hè? Ja, ja, ja. Vroeger had Nash eigenlijk geen freezer baits. Ja. Dan heb ik eigenlijk heel veel gedraaid met die Squid Mix en die Squid All Season. Gewoon die mix. Ah, dat je die mix opgestuurd kreeg en dat deed je zelf afdraaien? Ja, ik draaide ze gewoon de mixen af. Dus ik stuurde ze op en ik draaide ze gewoon af. Die kwamen allemaal binnen met emmertjes van 2,5 kilo. Dus ik kon je al inbeelden dat ik ben een keer 72 emmertjes in een keer gekregen. Dus 12 dozen. Van 6. Ja. Dus mijn hele kelder stond al opgestapeld allemaal met emmertjes. Daar heb ik nog emmertjes van trouwens. Thuis. En deed je die mix, want ik weet nog in de tijd dat wij samen bij de watersportcentrale team zaten, dan had je die birdfood mix. Ja. En ik deed die dan 50-50 met iets anders. Dus met griesmeel, maismeel, polenta. Nee. Pak je echt 100% squidmeel en daar eitjes bij en that's it. Dus 100% die squid mix. Ja. Maar ik deed er ook nog extra squid poeder bij. Ook nog? Ja, dat is een extra, dat is een super extract waar ik... Ja, want dat ruikt extreem. Ja, wij hebben nu met KB ook een squid boilie. Ja. En het is een squid amandelbol eigenlijk. En ja, dat, als je dat ruikt, dat is zo herkenbaar. Ja. En ik denk ook een instant heel goed aas. Maar heb je eigenlijk altijd dan ook meteen het vertrouwen in je aas, dat je weet als je niks vangt, ligt het in ieder geval niet daaraan? Ja, klopt. En dat is eigenlijk heel belangrijk geweest. Mocht ik zeg maar Nash geen goed aas gehad hebben, als ik daar al heel lang weg geweest. Voor mij is aas een heel belangrijk item binnen mijn visserij geweest. Ik moet er altijd heel veel vertrouwen in hebben, want anders dan lukt het bij mij niet. Aas is voor mij een van de grote pijlers geweest binnen mijn visserij. Van aas van 10 mm tot 28 mm. Dat is de reden ook waarom ik nooit grote hoeveelheden draaide. Ik geef een voorbeeld, dat was in 2009 op de Maas. Ja. En de jaren verdiend vind ik altijd 28 mm, om zoveel mogelijk. Ja. Dat zijn echt flinke knikkers. Echte flinke grote ballen. En dus wij vingen eigenlijk heel weinig kleinere vissen. Mm-hmm. Maar op een bepaald moment wordt dat uitgevist en kennen die vissen dat. Wij waren met een paar mensen die dat deden. Dus had ik zoiets van, ja, kijk, dit werkt niet. Maar bedoel je dan de smaak? Nee, dus de grootte van het aas. Het formaat van het aas? Dus er kwam dressuur op het formaat van het aas. Okay. Dus ik had eigenlijk toen 70, 80 kilo gedraaid. En na 30, 40 kilo te voeren zag ik dat de vangsten niet goed waren. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik heb al die bodies in twee gedaan. Ah. Dus ik heb ze uit de vriezer gehaald, allemaal bodies in twee gedaan, terug in een diepvries gestoken. En dan ben ik 18 en 20 mm gaan draaien. En het hele rare, enfin niet raar, want het is gewoon zo. En ik kreeg terug mijn aanbeten. Oké, dus dat was gewoon dressuur opstaan op het herkenbare hele grote aas. Ja. Terwijl ik toch denk, je hebt niet alle vissen gevangen die gedresseerd zijn. Dus ik denk dan ook dat ze bij elkaar afkijken van, oh shit, jij reageert nu zo op dit aas, dan is het misschien voor mij ook gevaarlijk. Dus dat ze gedrag van elkaar overnemen. Ik denk dat gewoon die vissen te veel in contact kwamen met groot aas, waardoor ze dat als gevaar zagen. Ik ben een paar jaar geleden naar Frankrijk gegaan, in eind oktober, begin november, met alleen een portie en 10 mm en 14 mm aas. Zo. Er ook heel wat zeelten op dat water zwommen en ik ving eigenlijk op dat moment de twee topvissen van het water op 24 uur tijd met 10 mm bodies. Oké, maar dat is waarschijnlijk dan ook... Was het een water wat best wel hard gevist werd? Ja, toch wel, ja. Ja, dus dressuur doorbrekend dan eigenlijk? Dressuur doorbrekend. De meeste mensen die gaan naar Frankrijk met 20 mm, 25 mm. Ja, inderdaad ook, ja. Ja, en ik kwam aan met 10 en 14 mm. En kun je nog eens een voorbeeld noemen dat je voor je gevoel met aas het verschil hebt gemaakt door de jaren heen? Wat ik ook regelmatig doe, is een Scopex Squid 12 mm en een klein tijgernootje boven. Dus vaak een combinatie van tijgernoten voeren met bodies. Kleine bodytjes. Met kleine bodies erbij, waardoor je dan alleen maar klein aas krijgt. Een voerplek krijg je alleen maar met klein aas. En hier en daar, in een grote ertussen, dat maakt totaal niet uit. Maar het is vooral dat klein aas
gebruiken en genoeg strooien, waardoor de kleinere vissen, braadstam, zeelte, ook misschien eens kunnen meepakken, maar heel weinig, of de kans veel kleiner is, dat ze dat je vangt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus uw voerstek ruim en groot genoeg maken, dat ze er genoeg vis opkomen, want een zeelt zet een karper ook aan om te azen en een karper zet een zeelt aan en een braadstam aan en iedereen komt azen. Een grote dolle pret op die plek van Marktbazaar. Een grote vreedsorgie. Oké, en vul je dan met de werpbuis zo verspreid of ben je meer vanuit het handje strooien of vanuit de boot een spoor trekken? Je hangt er vanaf als ik op kanaal vis, dan doe ik het met de buis of met de voerschep. En met de boot, dan laat ik het gewoon zo... Dat is op gevoel. Ja, klopt. Maar je bent niet een visser die zegt, ik doe 2 bakken van mijn voerboot, 1 kilo bollen erop, nee. En het valt zo op mijn hoop.